We hebben vanmiddag de klankenkaravaan. Wat het precies inhoudt, het is voor mij een verrassing. Ik heb ze wel eens eerder gezien op een andere school. En ik was er zo enthousiast over dat ik dacht van, hé, dat is ook typisch iets voor onze school hier, de Montessori school. Dus daar zijn ze dan. Er staat er heel duidelijk de klankenkaravaan. Presentatrices, kom jullie eens eventjes hier. De professor, heb ik begrepen. En de assistent. En die mogen jullie naam? Ik ben Liuke. En ik ben Tessel. Dan geef ik jullie de microfoon. Of krijgen jullie een andere? Allebei even. Veel succes. Door één druk op de knop zal ik mijn assistent naar een andere tijd sturen. De ridders en prinsessen zwaaien naar elkaar. Dan maken ze een buiging en is het liedje klaar. Ik sta hier bij iemand van de klankenkaravaan. Met wie heb ik hier te maken? Mijn naam is Natasja en ik ben een jaar of 6, 7 geleden begonnen met de klankenkaravaan. We zijn inmiddels met een heel team. Ik heb vandaag Kira bij me en mijn zoon Koert. En we hebben samen de workshops gegeven. En wat houdt de klankenkaravaan in? Nou, het is ontstaan. Mijn achtergrond is vakdocent muziek. En mijn man is heel veel met muziek bezig. En we hebben dat op een gegeven moment gecombineerd. En ik ben gestopt in het onderwijs. Ik had een baan als vakdocent muziek. En het leek me heel leuk om muziek te blijven maken met kinderen. En door allerlei bezuinigingen kwam dat steeds minder op het programma te staan. En toen dacht ik, nou, wij gaan gewoon zelf het land door en muziek maken met kinderen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En ook de naam caravaan geeft een beetje aan. Ja, je trekt rond en iedereen kan aansluiten. En dus inmiddels hebben we ook 10, 12 vakmensen die met onze caravaan meegaan. Ja, en vandaag mochten jullie naar de Montessori. En hoe was het om hier in Almelo met de kinderen aan de slag te gaan? Nou, ontzettend fijn gewerkt vandaag. We zeiden het onderling, de kinderen deden ontzettend goed mee. Je kunt ook merken dat ze hier ook muziekles krijgen op school. Dus de ritmes, die zaten er heel snel in. Ik was ook vlot door de workshops heen. En je merkte het toch wel. Of kinderen veel zingen met hun juf of dat er wat aan muziek gedaan wordt. Maar dit was hier fantastisch. Leuke sfeer, team heel betrokken. Dus super dag gehad.